Mijn eerste indruk van dit document is dat er nu eindelijk een document ligt wat niet is ingegeven door techniek. Dat is meestal wel zo. Meestal gaat het al heel gauw over welke nieuwe techniek en welke nieuwe tools en wat kunnen we er allemaal mee. Deze benadering is al totaal anders. Ik denk dat het gebruikt zou moeten worden als een soort referentiepunt of een referentienaslagwerk om je DLWO in te richten. En in die zin denk ik dat het in ieder geval gaat bijdragen aan wat is het en wat betekent dat voor onze organisatie. Ik denk dat de kern is dat we er als hoger onderwijs naartoe moeten dat je niet zozeer denkt in tools en specifieke toepassingen die een lang leven beschoren zijn. Het gaat er vooral om dat je mensen een hele goede infrastructuur biedt waarin ze hun eigen oplossingen, hun eigen tools gebruiken om hun onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. Je zou eigenlijk zoiets kunnen zeggen als tools komen en gaan, maar de content blijft altijd bestaan. Maar in de praktijk om dit in te richten in een hogeschool met zoveel studenten, dat vraagt nog wel wat van de organisatie. En daar kan dit boek een belangrijke rol in spelen. Op het moment dat je te veel dichttimmert, dan beperk je de bewegingsruimte van docenten en studenten, beperk je hun autonomie. En dat is naar mijn idee heel contraproductief. Dus geen focus op de specifieke tools, maar eigenlijk meer op de infrastructuur, het wifi, waarmee je zorgt dat mensen hun eigen weg kunnen vinden, hun eigen oplossingen kunnen vinden voor hun onderwijs en hun onderzoek. Ik denk dat dit interessant is voor docenten, omdat in een organisatie als deze, een onderwijsorganisatie, heb je te maken met heel veel applicaties, voor allerlei verschillende vormen van. En ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat een DLWO juist deze verschillende applicaties bij elkaar brengt. En uiteindelijk lijkt het mij dat het ook het doel is dat het hoger onderwijs wil gaan kennis delen, dingen wil gaan uitwisselen, uiteindelijk gezamenlijk ook hun content willen openstellen buiten hun eigen grens en buiten de landsgrenzen zelfs. Nou, dan is het wel goed dat je ergens met een taal begint waarin je elkaar verstaat. En ik denk dat we dat ook moeten doorontwikkelen. Dit blijft niet alleen bij dit document. Dit document is een start van een ontwikkeling. En wat mij betreft wordt dat gewoon steeds bijgehouden, onderhouden en doorontwikkeld. En dan altijd in gezamenlijkheid, hogescholen en universiteiten. Ik denk dat dat heel succesvol kan zijn.